Kijk, dat gasten, waar zijn de Clément Peres? Dat is de Clément Peres Exposition, hè, de Sylvain, Larry Dijf. We hebben ook twee ongelooflijke babes bij, namelijk eerst Rita en Anita van de Pita. Momenteel staan we hier in de backstage in Vilvoorde. Ik zal misschien een kort uitleg geven. Dijf is de back. De stage is aan een andere kant, maar het belangrijkste is, binnenkort komen we spelen in Of The Beast in Eikeren. En ik hoop dat je er allemaal naartoe komt. Eigenlijk in Vilvoorde zit toch een hoop boren. Dan moet ik zeggen, in de stad valt dat ook niet altijd mee. Daar verlicht op de Groen Pluts gespeeld en dat was echt heel aardig. Dat waren een hoop schurftige softies bij elkaar. Die vegetariërs en mensen met een backfiets. En die gingen er allemaal in kleermakers zitten, waar dat podium zit. Allee, dat was echt een hoop misère. Dus ik hoop, en ik ben er ook van overtuigd, dat er in Eikeren wat fatsoenlijker volk woont. Ik ben daar ook van overtuigd. Want ik ken heel veel echt toffe mensen die van Eikeren afkomstig zijn. Allee, van Eikeren afkomstig zijn is zeker wel een garantie voor intellect en talent. Dus gasten, zeilig gezaaid in Eikeren, samen met Larry Dijf, de Sylvain en natuurlijk en vooral de inmiddels wereldberoemde Rita en Anita van de Pita. Alright, gasten, salut! See you there, bye! Het boren, toast blijven. Oké. Okay.